Ik ben Mark van der Krommert en ik ben algemeen directeur van MediaSynced en Remotely TV. MediaSynced synchroniseert tv-commercials met online campagnes. En Remotely TV houdt bij wat er getwitterd wordt over alle tv-programma's in Nederland en levert daar statistische informatie over. Misschien een beetje een open deur, maar het uitgesteld tv-kijken of on-demand tv-kijken is natuurlijk erg belangrijk en een belangrijke trend. Verder zie je dat er alles wat met interactie te maken heeft, tweede schermen, ook toch wel hand over hand aan het toenemen is. En niet eens zozeer direct reagerend op wat er op tv is, maar gewoon überhaupt dat mensen aan het multiscreenen zijn. Dat zijn denk ik wel twee hele belangrijke ontwikkelingen. En je ziet eigenlijk dat beide vormen van multiscreenen voorkomen. Dus zowel inhakend op het tv-programma, echt een speciale app opstarten die te maken heeft, of een website die te maken heeft met het tv-programma. Maar ook gewoon in een andere parallele wereld bezig zijn en eenvoudigweg je e-mail checken of op Facebook iets doen. Of een populaire website bezoeken. Dus beide gebeurt. En dat laatste is nog steeds wel de meerderheid hoor, van het multiscreenen. Al verwacht ik wel dat met de komst van interessante programma-specifieke second screen oplossingen, dat aandeel ook wel zal toenemen. Er is zo'n diepe interactie mogelijk en zo'n diepe verweving met de content. En mensen worden zo leuk betrokken bij een programma als je dat goed doet. En er zijn natuurlijk een aantal voorbeelden bekend van programma's waar dat heel veel kijkers heeft opgeleverd die op een hele betrokken manier bezig zijn geweest met het programma. Dus ik denk wel dat dat een blijvertje is. Maar het is wel kostbaar om zoiets op te zetten. Als je dat goed wil doen, dat is een flinke productiekosten die daarmee gemoeid gaat. Je zal wat extra op de trommel moeten slaan daarvoor. Dus dat vraagt wat extra marketing aandacht. Dus dat zal denk ik wel voorbehouden zijn aan de programma's met veel, veel kijkers. Dus grote sportprogramma's, grote shows op tv, daar ligt dat voor de hand. Er is een redelijk vaste groep mensen die regelmatig twittert en ook regelmatig over tv twittert. En dat zie je ook afhankelijk van het programma, dat ze daar enorm op inhaken. En vaak zijn dat dan ook programma's waar ze heel erg fan van zijn, waar ze heel erg op inhaken. Of programma's die veel emotie oproepen. En dan zie je bijvoorbeeld RTL 4 zijn programma's die wat meer op de emotie inspelen. En daar zie je ook echt dat daar relatief veel mensen, ook ten opzichte van het aantal kijkers, relatief veel mensen op reageren. Wat producenten en zenders veel meer kunnen doen dan ze nu doen, is in feite inhaken op wat er op dat moment in de show gebeurt en live hashtags gewoon gaan aanmaken. En je ziet nu in Amerika, zie je dat er shows zijn die dus niet alleen maar zeggen van dit is De Wereld Draait Door of dit is RTL Boulevard. Nee, die zeggen van reageer nu op het onderwerp wat in De Wereld Draait Door is. Dus Halina Rijn. Als je dat soort dingen gaat doen, dan gaan mensen explosief twitteren op die hashtag. Zeker als die hashtag heel erg grappig is of heel erg pakkend is. En dan zie je dus ook dat mensen daarom gaan inschakelen op die aflevering van dat moment. En zeker ook op de afleveringen daarna. Dus je kan met behulp van Twitter, kan je engagement oproepen. Je kan het ook stimuleren. En dat gaat je ook extra kijkers opleveren. En dat spel, dat wordt eigenlijk nog helemaal niet gespeeld hier in Nederland. En dat is wel iets waarvan we denken dat dat de komende maanden, zou ik willen zeggen. De komende 12 maanden opgepakt gaat worden of zou moeten worden. Want je laat in feite gewoon kansen liggen als je het niet doet. Dus daar hopen we nog veel vuurwerk van de zenders te zien. Het is een schot voor open doel, zou ik zeggen. Ja, dat is interessant. Hè? Is nou meer twitteraars of meer kijkers belangrijk? Ik denk dat het een hele eenvoudig antwoord is. Meer kijkers is belangrijker. Ja. Alleen als je gaat kijken naar twee programma's hebben evenveel kijkers. En het ene programma heeft 10 keer meer twitteraars of tweets dan het andere programma, dan is dat zowel voor de programmamaker beter en de zender, want dat leidt tot meer kijkcijfers de volgende keer. Maar ook een adverteerder die moet kiezen of die bij het ene programma of bij het andere programma adverteert, die zal kiezen voor het programma waar het meeste engagement is. Want we weten, als mensen meer betrokken zijn bij het programma wat ze kijken, dat ze ook beter de advertentieboodschappen tot zich nemen. Bovendien geeft het aan dat het een doelgroep is, mensen die twitteren, die relatief jong, tech-savvy, trendzettend zijn. Dus dat is ook weer een doelgroep waar de gemiddelde adverteerder ook veel meer in geïnteresseerd is dan een niet-twitterende doelgroep. Dus dat is wel, dan kies ik wel graag voor degene met het meeste Twitter-activiteit in het programma. Ja.
best scorende programma's op de Nederlandse tv. Dan moet je denken aan een Eurovisie Songfestival. Hè? Als je de gecombineerde uitzendingen bekijkt, dus de twee halve finales en die finale, zaten geloof ik op 100, ja, om even te goed, 165, 100, 170.000 tweets. Dat is echt veel. Een goede voetbalwedstrijd, een Champions League-achtig, doet 50.000 tweets, soms 70, soms 30. Nederlands elftal ga je weer over de 100.000 heen als het een beetje een serieuze wedstrijd is en niet, ja, een beetje een spannende wedstrijd ook is. En reguliere programma's, en goede tijden, slechte tijden, duizenden tweets per aflevering. Die orde van grootte moet je denken. Maar een journaal is, gebeurt helemaal niets eigenlijk. Ja, op het moment dat het journaal zou zeggen van dit is het thema nu en twitter nu op dit thema. En dan zal je zien dat op dat moment mensen reageren op wat ze op het journaal zien. En zeggen dan van Iran of PSV of... Ja.